Welkom bij deze derde aflevering van Kleur de Kamer. En in deze uitzending praten we met Joe Nunnally, Natasha Mohamed Hussein, Jaap Jonkers en Soufiane Mebarki. Onze verslaggever Varello die gaat de straat op om de meningen te peilen. En de heren van Kleur, de Clubhouse, die praten met mij over het succes daarvan. Maar we gaan nu natuurlijk eerst met onze Ian praten over de laatste updates in deze verkiezingstijd. Wat is er allemaal aan de hand? What's cooking? Ja, nou ja, je ziet de datum, de verkiezingsdag komt eraan. Dus het wordt steeds grimmiger, het wordt steeds spannender, het wordt steeds feller. Mensen gaan spijkers op laag water zoeken, onder andere. Nou, vertel eens wat over de grimmigheid en de spijkers. Ja, bijvoorbeeld onze eigen Simeon Blom, die volgende week in de uitzending zit en ook te vinden is op kleurdekamer.nl, doet een ogenschijnlijk onschuldig interview in het blad van voor raadsleden online. En hij vertelt over hoe zijn politieke carrière begonnen eerst bij de GroenLinks. En dat hij zich daar in het begin niet zo heel prettig voelde. Dus maar heeft hij het zo liefelijk geuit? Of was hij wat harder en stelliger daarin? Nee, absoluut niet. Nee, hij was echt zo van ja, ik voelde me wat in het begin minder welkom. Ik werd niet echt hartelijk ontvangen. Dus hij vertelde over zijn verwachtingen en die op dat moment niet uitkwamen. Ik las ook dat hij iets zei over van ik werd uitgelachen als ik met dingen kwam en... Dat is toch wat heftiger dan... Nou ja, als dat gebeurd is, kan je dat ook gewoon vertellen volgens mij. Maar wat er gebeurt is dat een blad als de Telegraaf, die pikt natuurlijk op, want het is een beetje kritiek op links. En die geeft dan een spin aan. En dan zie je dat binnen GroenLinks ineens de fragiliteit ineens openbarst. En van, oh Simeon, dit had je nooit mogen zeggen. Maar op zich was het een onschuldig interview. En als je als nieuweling binnenkomt in een gemeenschap die je niet kent, in een subcultuur die je niet kent, dan is het toch niet heel raar dat in het begin niet meteen soepel verloopt. Ja, we gaan hem volgende week daarover vragen uiteraard. Ja. Maar heeft hij nog iets aan jou gezegd wat je hier kwijt wil? Nee, we kunnen het volgende week erover hebben. En hij vindt het zelf erg vervelend dat het zo opgeblazen wordt. Want hij had geen slechte intentie. Nee, maar het was inderdaad wel een soort van bommetje. Ik weet niet eens of het een bommetje was. Er is een bommetje van gemaakt. Hm. Je weet wel de spreekwoordige van de molshoop. Enzovoorts. Nou, ja. Volgende punt. Ja, nou ja, wat er ook gebeurt, waar het wel een bom is, is dat er de nieuwe app Clubhouse, die een enorme hit is, waar nu al miljoenen gebruikers over de wereld gebruik van maken, dat er een soort van chatrooms, gespreksrooms, waar je elkaar ook gewoon hoort praten, was er in een groep met Marokkaanse jongeren in Nederland, werden heel veel anti-zwarte grappen gemaakt. Dus echt hele racistische grappen en dergelijke. Iemand nam dat op en verspreidde dat weer online. Nou, en dat is not done, hè, in de Clubhouse, dat je dingen opneemt en weer verspreidt, toch? Eigenlijk niet, maar dit was zo buitenproportioneel slecht. Net zoals de printscreentjes bij Forum voor Democratie of de printscreentjes vorige week die ik vertelde bij de politie in de WhatsApp-groep. Mm-hmm. Als foute dingen genoemd zijn, moet je dat op een gegeven moment ook kunnen bewijzen of aan kunnen tonen. Nou, iedereen kwam bij elkaar. Bekende influencers, rappers, producers. Kwamen online tegelijkertijd ook weer in de Clubhouse. Je kan dus met 3000 mensen in principe tegelijkertijd praten als je dat zou willen. Zo. En daar hebben ze het echt aangekaart van, hey, het moet een keer ophouden. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje met elkaar. En we hebben allemaal een gezamenlijke toekomst. Dus Marokkanen moeten niet racistisch zijn naar zwarte mensen en vice versa. Mm. We moeten gewoon überhaupt niet racistisch zijn. Dus na wat heftige woorden is er een begin van een gesprek en gaan steeds meer mensen het leiderschap tonen binnen die verschillende gemeenschappen, ja, maar om iets gezamenlijks te bouwen. Dit is wel een issue wat al langer speelt en waar mensen ogenschijnlijk niet over durven praten. Ze doen alsof het niet bestaat, dat racisme tussen die bevolkingsgroepen. Ja, kijk, mensen zeggen altijd als het over de eigen groep gaat, dat heet het in-group-out-group effect. Als er één persoon bij een andere groep iets verkeerds doet, dan is het kenmerkend voor de hele groep. Maar binnen je eigen groep is het het incident. Of is het niet kenmerk voor je eigen groep, het in-groep, out-groep effect, sociaal-psychologisch fenomeen. Maar het belangrijkste hiervan is dat het nu eigenlijk boven water komt en dat er echt mensen leiderschap beginnen te tonen en zeggen van het moet nu een keer ophouden en laten we iedereen die achter ons staat ook meenemen de goede kant op. Ja, want het is dus in een room gebeurd van een Marokkaanse politici of Marokkaanse dames? Marokkaanse jongeren, ja? Die dus allemaal grappen aan het maken waren over... zwarte moslims ook nog eens, ja. Onder andere een die op de lijst staat bij NIDA. En ja, er zijn gewoon ook gelukkig heel veel mensen die dat niet accepteren en dus ook zeiden van hey, dit moet naar buiten gebracht worden. Mm. En dat heeft het balletje laten rollen.
En zo zie je wel juist dat met de nieuwe communicatiemiddelen jongeren en ouderen veel sneller tot de kern kunnen komen en letterlijk met elkaar in gesprek kunnen gaan. Ja. Wat je altijd op tv ziet, zijn van die politici, eenstelling, voorstander, tegenstander, super saai, super voorspelbaar. Ja, men weet niet wat er onder het volk leeft en dit komt nu naar buiten. Nee, en ja, goed. Precies. En je weet precies ook wat er in de politiek gezegd gaat worden. VVD'ers is altijd minder overheid. Een sociaaldemocraat zegt iets meer overheid of iets meer vangnet. Zegt ze al 30 jaar, heel erg voorspelbaar. En nu zijn we echt met elkaar in gesprek in plaats van in debat. Mooi. We gaan het er straks nog meer over hebben, over die kleuren Clubhouse. En wat is het laatste punt dat je hebt? Of heb je nog meer punten? Ik heb er nog twee. Eén kleine, één grote. Namelijk de peilingen. Als je ziet in de peilingen, er is heel veel beweging in de peilingen. Maar er komen eigenlijk redelijk weinig nieuwe partijen komen echt in die peilingen voor. De enige die nu als nieuwe partij echt in de meeste peilingen voorkomt is JA21. En Bijeen bijvoorbeeld en NIDA doen het nog niet zo goed. Bijeen zie je heel af en toe bij Maurice de Hond een paar weken verschijnen. Dan zijn ze weer weg en dan komen ze weer terug. Maar wat het belangrijkste is, en dat is wat we ook met Clubhouse, met Kleur de Kamer proberen te bewerkstelligen, is mensen bewust te maken van dat een nieuwe partij heeft 80.000 stemmen nodig voor één zetel. Maar er is ook nog steeds een voorkeursdrempel. Dat is namelijk dat je een kwart van de kiesdrempel haalt. Dus die 80.000 is één zetel, maar een kwart daarvan heet de voorkeursdrempel. En we hebben vandaag 4 gasten aan tafel en die kunnen alle 4 door voorkeur stemmen, dus voor hetzelfde geld, ook de Kamer in komen. En dan zitten ze ook nog eens bij grote partijen. Ja. Als die 4 elkaar weten te vinden, het dan is, kun je het is een beetje een dilemma, hè? Dat weten we. Want we zeggen stem op zwart met Kleur de Kamer, stem divers. We willen de strategie van dat je mensen met voorkeur stemmen hoger op de lijst krijgt en dus waarschijnlijk of hopelijk ook de Kamer in. Maar tegelijkertijd zijn er partijen die we ook een warm hart toedragen, die we dan met deze strategie buiten de prijzen zullen... Dat zou het dilemma zijn, maar het gaat niet over mensen, het gaat ook niet eens zelfs over partijen, het gaat over bepaalde idealen. En als die idealen ook binnen de gevestigde partijen voet aan de grond krijgen, dan brengen we verandering. Als je denkt van, hey, ik wil per se die persoon hebben, dan gaat het echt over het ego of over je favoriet. Maar er zijn heel veel gekwalificeerde mensen met heel veel ervaring, die zelfs de idealen delen en die ook dingen weten te bereiken, door juist wederom die verbinding te zoeken. We hebben echt bruggenbouwers nodig in de politiek en ook in de komende 4 jaar zal dat essentieeler zijn. Het is natuurlijk ook zo dat mensen, je kan opwerpen van, nou, je bent dan in zo'n partij, zo'n gevestigde partij. Ja. Je bent een eenling, want er zijn niet zoveel zwarte mensen in die partij. Hoe ga jij dan dat standpunt binnen die partij hard maken? Daarom hebben ze juist die steun nodig, zodat ze niet die eenling zijn, zodat er meerdere mensen in die partij zijn, zodat je ook binnen je eigen partij in een fractie met meerdere mensen zit die hetzelfde denken en waardoor je dus elkaar kan helpen om nieuwe inzichten te krijgen, maar dat ook de verbinding gezocht wordt met mensen, gelijkdenkende mensen op bepaalde thema's. Uiteraard zullen er altijd verschillen zijn. Maar gelijkdenkende mensen binnen de andere partijen. Ja, maar laten we vooral niet zeggen dat we het uitsluiten dat een partij als NIDA, een partij als DENK, een partij als Bijeen... Ook die zijn nodig, nee, absoluut. Die zijn ook nodig, nee, maar wat die willen we ook in de Kamer hebben, toch? Wat we doen is mensen informeren en dan kunnen ze zelf besluiten wat zij vinden dat slim stemmen is. Is dat je laatste punt? Of straks kom je nog weer terug bij Kleur de Clubhouse? Ja, nee, we maken vast een fantastisch programma hier natuurlijk met Omroep X. Maar ook RTV7 besteedt aandacht aan de verkiezingen. Ook met een programma waarin we kandidaten van kleur extra in de spotlight zetten. En vanaf volgende week, vanaf komende maandag, zal dat op RTV7 te zien zijn. En ook bij Omroep X. Dus ik zou tegen iedereen zeggen, blijf het volgen en ga kijken. Ja, kijk naar onze eigen kanalen. Dankjewel, Ian. Varello is weer de straat op gegaan, peilde de mening. En hij ging daar met een stelling de straat op. Vrijheid van meningsuiting staat boven godsdienstvrijheid. Die vrijheid van meningsuiting, staat die boven godsdienstvrijheid of niet? Vrijheid van meningsuiting. En ik vind dat iedereen mag beslissen waar hij in gelooft. Je moet mensen respecteren in wat ze geloven. Ik vind sowieso dat je geen grappen moet maken over godsdiensten, man. Is een no-go. Maar er zijn op zich wel grenzen. Sowieso zijn er grenzen, vooral in deze tijd. Laat iedereen in zijn waarde. Heb respect voor een ieder. Je bent christen. Oké, maar vind je dat we grapjes mogen maken over Jezus en Mohammed? Nee. Dus er zijn dus grenzen in je vrijheid van meningsuiting? Ja. Ik vind dat een godsdienst wel zwaarder moet wegen dan een vrijheid van meningsuiting, man. Dus wanneer het godsdienst begint te lasteren, heb je er moeite mee? Ja. Omdat ik vind dat we respect moeten hebben voor elkaars geloofsovertuigingen.
Wat denk je dat belangrijker is om je vrij te kunnen uiten of je geloof vrij te kunnen voeren? Je geloof, want daar geloof je in. Vindt u dat we grappen mogen maken over Jezus en Mohammed? Nou, nee, want dan beledig je eigenlijk hun geloof. Als je maar grenzen trekt, je moet je grenzen stellen. Maar wanneer wordt het beledigend dan? Het wordt beledigend als het persoonlijk wordt. Maar zolang het een algemene grap is, algemene joke, stoor ik me niet eraan. Kijk, humor toont altijd heel goed aan waar eigenlijk jouw zwakke kant zit, hè? Nee, je mag wel je mening uiten op een respectvolle manier. Maar we gaan niemand zo'n geloof of cultuur neerhalen. Dat gaan we niet doen, nee. Dat niet, dus daar is een grens. Je mening uiten, zeggen wat je vindt. Maar beledigen? Dat doen we niet. We wegen even zwaar. Mogen we grapjes maken over Mohammed en Jezus bijvoorbeeld? Grapjes wel. Nee, dat niet. Gaat het te ver dan? Ja, gaat te ver. Maar wat? Toch? Iedereen is een ding. Ik ga nooit iemand bekritiseren over haar of zijn geloof. Ja, inmiddels aangeschoven Marvin Hokstam. Co-presentator naast hem Natasja Mohammed Hoesijn, gemeenteraadslid en advocaat in Rotterdam. En naast haar zit Jaap Jonkers van het CDA. We hebben naar het filmpje gekeken van Varello. Ja, natuurlijk wil ik jullie mening ook horen. Godsdienstvrijheid boven vrijheid van meningsuiting, of vrijheid van meningsuiting boven godsdienstvrijheid. Hoe staan jullie daar tegenover? Nou, ik denk dat als je kijkt naar beide grondrechten, dan heb je het over grondrechten waar, ook zoals in het filmpje werd gezegd, waar grenzen aan zitten. Je kan niet mensen beledigen of discrimineren of racistisch bejegenen met een beroep doen tegelijkertijd op je grondrecht. Dus ik vind dat heel veel mensen daar best wijze dingen zeiden, waarin ze zeiden laten we respect voor elkaar hebben als je uit. En altijd proberen in ieder geval de ander in zijn waarde te laten. Ja, maar ik bedoel, ik mag zeggen wat ik wil, want er is vrijheid van meningsuiting. Maar als ik dan tegelijkertijd op hetzelfde moment iemand beledig vanwege zijn godsdienstovertuiging, maar het is niet mijn godsdienstovertuiging, moet dat kunnen, toch? Want we hebben vrijheid van meningsuiting. Ja, maar nogmaals, daar zitten wat mij betreft wel dat je daar in het fatsoenlijke blijft. En in het betamelijke. En dus niet bijvoorbeeld bewust iemand vanwege zijn godsdienst discrimineert, racistisch bejegend of in een hoekje zet. Ja, maar het zijn omgangsvormen. Het zijn geen regels, het zijn omgangsvormen. Hoe sta jij daar tegenover, Natasja? Je hebt het inderdaad over recht. En op het moment dat je het hebt over recht van meningsuiting, vrije meningsuiting, daar heb je recht op. Tegelijkertijd hebben we in Nederland ook met elkaar afgesproken dat we elkaar niet willen beledigen. Elkaar niet beledigen. En dat leren we onze kinderen op de basisschool. We hebben pestprotocollen. We leren onze kinderen vanaf groep 1 dat we elkaar niet beledigen. En op het moment dat iemand zich beledigd voelt, leren we onze kinderen om te zeggen stop, tot hier en niet verder. Is een lastig, hè? Want het is een kwestie van fatsoen. Het is een kwestie van rechten, maar het is een kwestie van fatsoen. Enerzijds, anderzijds is het natuurlijk ook zo dat recht van godsdienstvrijheid ook inhoudt dat jij op jouw manier je geloof mag beleiden. Het zijn allemaal rechten die begrensd worden door elkaar. En dat is het lastige, het moment dat ze elkaar raken en dat daar een botsing zit, ga je over op fatsoen en de maatschappij die je met elkaar wil vormgeven. Tegelijkertijd zie je soms toch wel dat het voor sommige godsdiensten wel geldt en voor andere godsdiensten niet. Er zijn een paar politici die ik niet bij naam ga noemen, die vaker de aanval openen op bepaalde godsdiensten. Het moslimgeloof wordt vaker op de korrel genomen. Wat vind jij daarvan? Ja, op de korrel genomen is natuurlijk wel iets anders dan in de politiek aangeven dat mensen van een bepaald geloof of een bepaalde etniciteit of met een migratieachtergrond terug zouden moeten naar hun land. Ja, we zijn Nederlanders en wanneer je het hebt over een bepaald geloof, ik ben nog niet tegengekomen dat mensen sec op basis van geloof aangeven dat er sprake is van een disbalans. Nou, ik ben, we hebben allemaal wel eens onze favoriete vrij racistische politicus meegemaakt. Ja. Die het vaker over de moslims heeft. En ik denk vorige week nog was het Wilders die een uitspraak deed over moslims.
Het zijn harde uitspraken. Doet hij elke dag, dus het is niet zo verwonderlijk. Nee, kijk, in dat opzicht, je ziet dat dat uitspraken zijn die kwetsend zijn, die gericht zijn op een bepaalde geloofsovertuiging. En dat hij daarmee mensen ook in een bepaalde hoek probeert te drukken. Ja. Dat zal niet mogen, maar nee, goed. En dus moeten we er niet mee samenwerken, hè? Oké, laten we erover ophouden, inderdaad. Natasja, jij zit in de gemeenteraad in Rotterdam. En Marvin, jij las iets op Facebook. Ze zei, dat vind ik onperkelijk. Ze riep mensen op, of tenminste ze kondigde aan dat ze de politiek inging voor de Tweede Kamer. Ja. Je zit al in de gemeenteraad. Ja, ik ben een hele stille meekijker bij Natasja op de Facebook, maar ik volg wel alles, zoals ik de net vertelde. En een paar weken geleden riep je mensen op om jou te laten weten wat jij voor hun kan veranderen in de Tweede Kamer. Ik ben natuurlijk heel benieuwd wat daaruit gekomen is. Ja, er zijn een aantal mensen die mij hebben aangegeven dat zij verder het gesprek in willen gaan. Dat heb ik in sommige gevallen kunnen initiëren. Het is ook ontzettend druk. En wat daaruit is voortgekomen is dat mensen toch ook vooral zeggen, die motivatie meegeven en de steun uitspreken. Ja. Dat is het wat ik het meest daaruit heb meegekregen. Ja. Waarom ga je de politiek in? Waarom ga je dus nu richting de Tweede Kamer? Omdat ik heb ervaren dat er sommige zaken zijn die je moet veranderen in Nederland. Dat er een systeem is waarin ongelijkheid ingebakken zit. En op het moment dat je dat wil aanpakken, moet je daarin de wetten en de regelgeving aanpakken. Kan je daar voorbeelden van geven? Wat zijn dat voor issues en wat zijn dat voor systemen die veranderd moeten worden? Ja, ik kan het zeker aangeven. Als we kijken naar wetgeving waarin geen ruimte zit voor een hardheidsclausule op het moment dat het moet worden uitgevoerd, dan zie je dat je daarmee al heel veel weghaalt bij de uitvoerende instanties. Dan zie je dat je mensen... Maar wat bedoel je dan met hardheidsclausules? Wat ik bedoel met hardheidsclausules... Je begint meteen in rang, ja, gewoon. Op het moment dat je regelgeving vastlegt die helemaal dichtgetimmerd is. En dan kijk je bijvoorbeeld naar toeslagenaffaire waarin heel erg dichtgetimmerd was. We gaan voor de fraudeaanpak en daarin heel weinig, bijna marginaal ruimte laten voor een toetsing in de dagelijkse praktijk. Daar hadden rechters last van en dat werkt in het systeem door. Op zulke momenten moet jij als Tweede Kamerlid in staat zijn om daar de toets op los te laten en te zeggen, hier gaan we niet in mee. Je ziet ook de betrokken organisaties, de Raad van State, nu op sommige wetsvoorstellen een negatief advies geeft. Dat daar vervolgens toch door wordt gestoten om het toch aangenomen te krijgen. Dat zijn momenten waar je als parlementslid, als Tweede Kamerlid, het verschil kunt maken en kunt zeggen nee. Hier moeten we nog eens een keer heel goed naar kijken en dit moeten we heroverwegen. Ja, dat is dus jouw drive om de politiek in te gaan, om dat soort dingen aan te pakken. Jaap, jij wil mensen helpen. Ja. Je ziet het als je verantwoordelijkheid om mensen te helpen en voor een inclusievere samenleving. Maar dat hoor je van meerdere partijen, maar jij kiest voor het CDA. En waarom is dat? Klopt. Nou, dat komt omdat ik ben geboren in Bolivia. Ooit door adoptie naar Nederland toegekomen en al die kansen die ik hier heb gekregen, die wil ik graag doorgeven. En in mijn studententijd begon het wat te kriebelen en toen op een gegeven moment dacht ik ga een foundation starten. We gaan in Afrika, Azië, maar ook in Bolivia en Zuid-Amerika gaan we goede doelenprojecten doen. En ik was zo onder de indruk van de energie die vanuit de samenleving grassroots naar boven kwam, dat ik dacht later van welke politieke partij past daar nou goed bij waar de samenleving centraal staat. En dat was het CDA. Maar goed, ik neem aan dat dat bij DENK ook het geval is, toch? Dat jullie voor mensen willen helpen, inclusievere samenleving willen hebben. Ik bedoel, dat soort projecten zullen jullie ook aanspreken. Maar je gaat niet naar DENK. Nee, ik ben zelf iemand die gekeken heeft naar de grote stromingen die er natuurlijk zijn in de politiek. Voor mij past daar de christendemocratie het beste bij. Waarom? Ja. Krijg je al ruimte binnen jouw partij om te doen wat je wil doen, want we hebben het over misstanden. Krijg je al ruimte om jezelf te manifesteren? Ja, zeker. Ik heb bijvoorbeeld, ook gisteren heb ik een petitie aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties om kleurrijke standbeelden in Nederland te krijgen. En waardoor je een verrijking krijgt. Kleurrijke standbeelden? Ja, standbeelden bijvoorbeeld van Maria Liberia Peters, oud-premier van de Nederlandse Antillen. En ook van Juan Jo Everts, die ook oud-premier is van diezelfde Nederlandse Antillen. En dat zijn allemaal initiatieven die zijn misschien niet CDA-eigen, maar dat is wel de ruimte die ik pak en ook die ik krijg.
Ja, we hadden het net over, tenminste Ian die had het net over Simeon Blom, gemeenteraadslid hier in Amsterdam, die deze week vertelde over ja, dat hij weinig gebackt werd door zijn partij binnen de gemeenteraad. Maak je dat wel eens mee? Voel je dat je gebackt wordt door jouw partij om die dingen te doen? Je hebt het nu over kleurrijke standbeelden. Ja, in principe kan ik daar volmondig ja zeggen. Er zijn natuurlijk altijd gevallen waarin je denkt van nou, nu voel ik dat steuntje in de rug wat minder. Maar over het algemeen is die steun juist ook voor een fris jong gezicht zoals ik, ja, die is er. En ook vanuit de oud-gediende partijen, kijk even naar Kathleen Ferrier, die bijvoorbeeld ook volop in een campagne meedoet. Ja, dat is natuurlijk prachtig om te zien, dat je die steun dan ook hebt. Wat trek jij op aan Kathleen Ferrier? Ik bedoel... Dat is onder meer, hè? Dus ja, ja. Er zijn heel veel mensen die, zoals zij, die in het verleden enorme bijdrage hebben geleverd. Op landelijk, maar ook zeker op lokaal niveau. Ja, en daar voel ik me altijd door geïnspireerd. En op die manier ervaar ik ook helemaal niet wat jij zegt, dat je steunloos ergens dobbert. En ik merk ook, los van het CDA, die voorbeelden die hebben we. Kathleen Ferrier is ook een van de mensen waarvan ik zeg, van, ja, daar kijk je naar op. Dat heb je als vrouw van kleur, sowieso. Jij hebt een Surinaamse achtergrond. Zijn er dan ook dingen die betrekking hebben, of issues die betrekking hebben op Suriname, waar jij je hard voor maakt? Ja, er zijn een aantal issues waar wij ons al tijden hard voor maken, die nog steeds niet gerealiseerd zijn. Ondanks toezeggingen vanuit andere partijen. Nou ja, als ik kijk naar het AOW-gat, is dat een van de punten die al heel lang op de agenda staat, maar waar nog steeds niet op is doorgepakt. We hebben het visumvrije reizen, als we het hebben over het reizen van en naar Suriname. Dat zijn punten die al tijden op de agenda liggen, maar waar nog steeds geen oplossing voor is eigenlijk. Nee. En dat, daar wil ik me echt wel hard voor maken. En je ziet dat daar de tijd ook echt rijp voor is. Ja. Wat ik ook wel ontzettend belangrijk vind, zijn excuses die gemaakt moeten worden voor het slavernijverleden dat wij hebben als Nederland. Dat zijn de punten waarvan ik zeg van nou, dat zijn de grotere zaken. Tegelijkertijd kijk ik ook vanuit denk naar hoe wij mensen kunnen ondersteunen die willen remigreren. En daar ook nog een stukje ondersteuning in zouden willen. Ja. Nou, dat zijn zaken waar ik mij richting de Surinaams-Nederlandse Nederlanders wel hard voor maak. Jaap, burgerschap wordt gevoed door een sterke verbinding met de Nederlandse kernwaarden. Dat schrijf je op je website, zoals gedefinieerd in onze grondwet. Historisch besef, de beleving van onze Nederlandse tradities en het respect voor hetgeen onze voorouders met elkaar hebben opgebouwd. Maar geldt dat nou ook voor de mensen die de nieuwe Nederlanders die hier gekomen zijn en al decennia lang hier wonen en hun waarden en hun tradities? En dan heb ik het bijvoorbeeld over het suikerfeest of over Kitty Kotti. Zijn dat dan ook waarden en normen die je binnen het CDA verankerd zou willen zien? Ja, heel graag. Ik denk dat dat juist iets is, dat is Nederland. Kijk, ik vind het altijd wat moeilijk om te praten over oude en nieuwe Nederlanders of autochtonen, allochtonen, nou, dat doen we gelukkig ook al niet meer. Maar het is nou eenmaal zo dat we in een samenleving leven die heel veelzijdig en divers is. Laten we dat vieren en laten we daar ook gebruik van maken van al die inzichten die samenkomen vanuit verschillende culturen en geloofswijzen. En laten we niet de polarisatie opzoeken, zoals sommige politici inderdaad doen. En laten we ook absoluut ervoor zorgen dat iedereen die graag een bijdrage wil leveren op dat podium krijgt. Ja, frisse eend in de bijt van het CDA. Ja. Tenminste, voor mijn gevoel. Ja. Ik vraag me af, hè, want ik heb je verhaal gelezen over geadopteerd worden uit Bolivia. Door een liefdevol gezin te worden geadopteerd in Hardeveld? Hardenberg. Ja. Heb jij daar ooit eens racisme, discriminatie, uitsluiting meegemaakt? En hoe ging je ermee om? Nou, het bijzondere is, het is een hele goede vraag, maar ik heb als altijd de eerste donkere jongetje in de klas. Het is een boeren-plattelandsgemeenschap vol met agrariërs die op klompen naar school kwamen. En dan heb je mij daartussen zitten. En ook op de voetbalvereniging of op andere sportverenigingen was ik vaak de enige van kleur. Maar ik heb daar nog nooit discriminatie of racistische opmerkingen meegemaakt. Maar, ik kom uit een gezin van 3. En helaas, ondanks dat ik de donkerste ben, heeft mijn broertje, die veel lichter van kleur is,
bijna zoals mijn vader eruit ziet, hè, heeft enorm last gehad van discriminatie en racistische bewegingen. Dus het bestaat wel degelijk in diezelfde gemeenschap die mij dan heel erg ondersteunt. En dat heb ik altijd heel erg wrang gevonden. Ja, dat is bijzonder. Ja. Maar we moeten naar het laatste gedeelte van het gesprek en dat zijn de stellingen. We gaan een aantal stellingen voorleggen en daar mogen jullie op reageren, mee eens of niet eens. De Nederlandse overheid dient officieel excuses te maken voor haar rol in de slavenhandel. Nou, je zei het al. Jij bent het er mee eens. Helemaal mee eens. En jij? Het CDA zei onlangs van niet, maar ik vind dat we die discussie moeten heroverwegen. Jij wijkt af van het standpunt van het CDA. Ik heb een ruggengraat en die wil ik graag zo behouden. Ja. Heel goed. Oh, mooi. Mooi. Ik hoop dat we elkaar kunnen vinden. Ja. Waar vind je de volgende stelling? Even kijken. Om onze veiligheid te waarborgen, mag de overheid onze privacy beperken. Het CDA is daarmee eens. Maar je moet het gewoon even eerst vragen. Sorry. Je legt de woorden in zo'n woord. Dit is natuurlijk een extreem lastige stelling. Want waar leg je precies de grens? Als het gaat om terrorisme, om staatsinmenging. En ook als oud-officier bij de landmacht vind ik dat de stelling wel heel kort door de bocht. Ja. Ja. Je gaat hem pareren. Ja, hij is te zwart-wit om de nuance in de stelling te kunnen vinden. Ja, en dan krijg je een ja-nee wat uiteindelijk niet ergens op gebaseerd is. Het zit vol met mitsen en maren voor jou. Mits, maar... Nou ja, als we hem gaan nuanceren, ja, dan zitten we natuurlijk wel in grijs waard. Nee, ik ga wel mee met de stelling. Je kunt niet... De privacy is een heel nobel goed dat we echt moeten waarborgen. Vrije keuze en privacy is ontzettend belangrijk. De overheid doet alleen zaken met bedrijven die een diversiteitsbeleid hebben. Natasja. Mee eens. Ja. Nou... Het is een wens, maar bedrijven verplichten om een diversiteitsbeleid te voeren lijkt mij eerder op de korte termijn onrealistisch en ook niet goed uitvoerbaar. Maar het is wel een wens dat je zegt van bedrijven in hun hele productieketen, of het nou gaat dus inderdaad om mensen die dan een diversiteitsachtergrond hebben, maar ook waar je zaken doet uiteindelijk, dan wil je gewoon dat je rekening houdt met de samenleving. Je wil niet afwijken van het standpunt van het CDA? Ik blijf bij hetgeen wat ik net zei. Dat het is een wens dat bedrijven rekening houden met de samenleving zoals die is. Maar je weet dat met een wens kom je er niet, hè? Want ik bedoel, dan is er geen stok achter de deur. Dan ja. is er... Nee, maar je hebt de wortel in de stok. En als je continu kiest voor de stok, dan gaan mensen op een gegeven moment ook in het verweer. Je zult mensen ook moeten inspireren om het goede te doen. En niet alleen maar zeggen van waar willen ze een wet en al dat soort stoere teksten. Nee, maar tegelijkertijd denk ik wel dat door het uit te spreken, heel hard uit te spreken, dat je mensen ook laat zien dat je daarmee aan de slag wilt. En dat je daarmee aan de slag moet. Vaak zie je dat... door het heel zacht te benoemen en die nuances te blijven opzoeken, dat op zulke punten er nooit de verandering zal plaatsvinden. We hebben het bijvoorbeeld over vrouwen die nog steeds niet gelijkwaardig worden uitbetaald, niet een gelijk loon krijgen. Dus dat zijn punten waarvan ik zeg, nee, zonder meer moet je daar gewoon een heel duidelijk standpunt in nemen en daarop gewoon verder gaan. Het CDA is ook bijvoorbeeld voor anoniem solliciteren, hè? En voor concrete zaken die ertoe leiden dat bedrijven, ongeacht kleur, naam of etniciteit of geloof, een gelijke kans hebben op een baan. Of in ieder geval als ze reageren op een vacature, dat je dan niet meteen wordt afgewezen op basis van je achternaam. Vind je niet dat de overheid een taak heeft om ergens de leiding in te nemen? Hierin bijvoorbeeld. Nou ja, dat is wat ik zeg. Dat is een heel concrete maatregel waarvan ik denk dat werkgevers, waar ook in Nederland, die nu ook, ja, dat is vaker aangetoond, soms stelselmatig discrimineren, ook uitzendbureaus vragen om mee te werken aan die discriminatie, om dat echt te stoppen. En dat zou een enorme stap voorwaarts zijn voor honderdduizenden jongeren die continu worden afgewezen op stages, op banen, op bijbanen. En laten we dat gewoon aanpakken. Ja, maar moet je daarvoor anoniem solliciteren, vraag ik me af. Moet je daarmee in eerste instantie al je eigen naam en je eigen identiteit verbergen voordat jij die kans krijgt? Want daarmee leg je de bal neer bij degene die de naam hebben, degene die de kleur hebben. En daarvan zeg ik, je moet met behoud van jouw eigen naam en jouw eigen identiteit kunnen solliciteren. En de verandering die je teweeg moet brengen is bij de partij...
die jouw brief ontvangt en die jouw brief zal moeten beoordelen. En daar moet je dan de mentaliteitsverandering teweeg brengen en zeggen van nou, ik bekijk er op basis van de kwaliteiten naar en op basis van de vacature naar. Dat is best een softe benadering, maar daar is het weer omgedraaid. Maar ik zou in ieder geval zeggen dat op het moment dat je het hebt over bedrijven dus niet verplichten om anoniem te solliciteren, dan blijf je dus dat probleem houden. Want het is een utopie om te denken dat bedrijven in één keer vanaf soms discriminerend beleid naar in één keer overstappen naar heel inclusief beleid. We hebben een mooi ding. Oké, jongens, we hebben een discussie. Er valt iets te kiezen. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en veel succes. Dankjewel. We gaan weer naar de Varello. Geert Wilders stelde tijdens het verkiezingsdebat dat Zwarte Piet maar de minister van Cultuur zou moeten worden. Wat denkt de man in de straat daarvan? Fijne creator weer op stap. Geert Wilders roept tijdens het verkiezingsdebat: we maken Zwarte Piet minister van Cultuur. Was dit nou een goede grap of een hele slechte grap? We gaan het de mensen op straat vragen. Heel stom. Zwarte Piet heeft nooit bestaan. Ik vind het gewoon belachelijk. Ik maak me niet druk met die dingen hoor. Ik zie het niet zitten. Slecht plan. Slecht plan. Hele Zwarte Piet moet afgeschaft worden. Slechte grap. Zulke grapje zou je zelf niet maken? Nee, totaal niet. Een foute grap. Waarom een foute grap? Nee, het is gewoon niet grappig. Ik vind het een beetje racistisch. Nou, ik erger me niet aan dat soort grappen. Ik zeg, ik ben wie ik ben, dus vandaar dat ik me niet eraan stoor. Huh? We hebben niets te maken. Goeiedag. Was het een goede grap? Nee, daar moet je geen grappen om meemaken, denk ik. Want ik zie het niet als een grap. Het was geen grap. Het was geen grap. Nee. Heel veel mensen hebben erom kunnen lachen. Nee, het was niet grappig. Nou, ik zeg, I'm black and I'm proud. Slechte grap. Waarom? Tot zover mijn weten is hij een racist. Is dat uw enige reden? Het was een racistische opmerking. Volgens mij wel. En hij moet helemaal niet doen, want hij is publiek figuur. En dat ding maar, Radio Atom. Dat was helemaal niet grappig. Ja, dat is fucked up. Is fucked up? Wat was het, een goede grap of een slechte grap? Nee, tuurlijk niet. Nou, vertel me, wat is er slecht aan? Is het racistisch? Terwijl hij er ook van bewust is dat hij mensen pijn doet. Dus hij deed het bewust? Yes, ik denk het wel. Wat is je mening? Moet het kunnen? Nee. Een goede grap of een foute grap? Super foute grap. Nee, het is een slechte grap. Vind je het kunnen? Ja, toch. Is niet goed? Nee. Nou ja, ik vind dat Zwarte Piet afgeschaft moet worden. Dus ik zie hem ook niet minister van Cultuur worden. Het is geen realiteit voor jou? Nee. Geen goede grap. Waarom dan? U vraagt mij? Ja, we moeten hem vragen. Moeten hem vragen? Ja, waarom? Ik weet het ook niet hoor. Geen enkele grap is goed of slecht als het over discriminatie gaat en als het over zulke dingen gaat. Foute grap. Zo. Waarom is het een foute grap? Dat is, he hates black people, you know? Is dat wat je denkt? Ja, man. Vinden wij de discussie leuk, grappig of niet grappig, niet leuk? Ik lach niet. Nou dan ook. Nou, ik weet niet wat hij daarmee wil bereiken. Ja, dat we het hier nog over onze Geert moeten hebben. Het is toch wat. Ik zit hier aan tafel met de heren van Kleur de Clubhouse. Het is een fenomeen aan het worden. Voor alle mensen die dolgraag willen ouwe horen, please. Ja. Join the Clubhouse. Nou, Ian zit er weer bij. Gerold Silcharan, zeg ik het goed? Ja, correct. Ah, en Nathan Coffee. Yes. Yes. Jongens, jullie zijn niet zo heel lang geleden zijn jullie Kleur de Clubhouse begonnen. Kunnen jullie iets over vertellen waarom dat is? Want het is Kleur de Clubhouse bestaat ook niet eens zo lang, hè? Nee, precies. Misschien moet ik eerst even vertellen wat Clubhouse is. Ja. Kijk, het is eigenlijk een nieuw media platform wat eigenlijk al wat langer bestaat. Een aantal maanden al volgens mij, maar de laatste paar weken is het echt enorm gespiked. Dus het is opeens echt... Het is viral gegaan, iedereen zit erop en je kan het zien als... In Nederland. In Nederland inderdaad. In de VS. Zeker, in de VS is het al een tijdje, nu is het hier zo van doorgebroken. En om het even kort te houden, wat het is een soort van platform waar mensen zelf hun eigen radioplatform kunnen starten. Mm-hmm. En mensen kunnen intunen, maar ook meespreken. Dus de interactie is live mee te doen of mee te beluisteren. En dat maakt het interessant, want je kan dus ook nu met bekende figuren of mensen met wie je nog nooit in contact zou komen... kan je in contact komen. Dus je kan ook soort van, het is ook een gateway into a culture. Ja. Dus dat maar met hoeveel mensen kan je tegelijk praten? Ja, ik weet niet. Is er überhaupt een limiet? Ja, dat debat waar we het laatst over hadden, er zaten ineens 3000 mensen tegelijkertijd. Ja, klopt. Er zit wel een limiet op. Volgens mij kan je volgens mij bepaalde rooms tot 10.000 of zoiets. Hè? Ja. Maar hoe praat je met 10.000 mensen tegelijk? Ja, niet dus, denk ik. Ja, het is zeg maar, je moet het zo zien, het is verdeeld in twee vlakken. Dus je hebt het podium.
en je hebt het publiek. Mm-hmm. Dus degene die de room host, die zit op het podium. Dus net zoals je live op in een studio zit, zitten mensen op het podium. Hier aan tafel. Net zoals hier aan tafel, ja. Inderdaad. Mm-hmm. En dan heb je bijvoorbeeld moderators. Nou, wij zijn twee moderators, of met z'n drieën moderators het eigenlijk. En je kan dus mensen vragen om op het podium te komen om mee te praten. Ja, dus we kunnen het publiek vragen, doe mee, kom ook aan tafel. Ja, dus de moderators beheren eigenlijk wat er dus in die room gebeurt. Ja. Mensen kunnen zeg maar een handje opsteken. En als je precies zeggen. En de moderators beheren dan wie dus op het podium komt te staan en wie niet, eventueel wie van het podium afgetrapt wordt. Precies, precies. Maar dat kan ook. Je kan ook van het podium afgetrapt worden. Ja, ja, zeker. Waar de laatste situatie. Maar door de moderators natuurlijk. Ja, die troll. Iets heel geks in de room voorbij. Ze waren in gesprek en opeens komt er een heel raar figuur, komt schreeuwen de lijf en Nee, echt dus, precies zo. Ja, precies zo. Gewoon net even die naakt. Even zo naakt. Ja, zoals een streaker. Met zijn stem. Een streaker met zijn stem. Maar even, jullie heten Kleur de Clubhouse. Ja. Waar gaat dat over? Wat is jullie aim? Ja, het is een initiatief inderdaad weer van Kleur de Kamer. Maar nu met deze fantastische heren. Om politiek te bespreken. Dus we nodigen ook elke keer kandidaten uit. Die gooiden naar een zetel in de Tweede Kamer. En die worden dan ondervraagd door iedereen die meepraat. Dus je kan rechtstreeks je vragen stellen, met elkaar in discussie gaan. Maar ook het publiek kan met elkaar in discussie gaan. Ja. En dan luistert de hoofdgast weer mee. En wij stellen natuurlijk scherpe humoristische vragen. Oh, echt? Ja, vooral zij zijn humoristisch en scherp. Maar we hebben continu humor en lachen. En wat mensen niet weten, is misschien wel een geheimpje. Ondertussen, het is op je app. Of op je telefoon, kunnen wij gewoon met elkaar appen. Ja. Mensen hebben niet door. Ik kom ook niet door jezelf, man. Maar goed, geef me wat meer inzicht in hoe dat dan gaat. Wat appen jullie elkaar? Waar gaat het over? Ja, wat zijn de anekdotes? Zeg maar, hoe je het gesprek bijvoorbeeld één kant op zou moeten sturen. Of als er mensen zijn die al de hele tijd wat willen zeggen. En zeg maar, dan dat valt niet. Of laat iemand anders praten. Ja. Nou, en precies. En af en toe, kijk, je hebt toch met politieke figuren te maken. Dus af en toe. Kijk, wij willen voor mij wel geïnspireerd praten vanuit het hart, vanuit ervaring. Yeah, maar politieke mensen zijn ook wel vaak opgetraind. Ja, een beetje stif gewoon. Algemeniseringen, eromheen praten over een stelling bijvoorbeeld. Nou ja, ik bedoel soms, je hebt sommige mensen die dan hun, zeg maar, een achtergrondkader gebruiken. Ja, stel we zijn met advocaten in gesprek. Je hebt bepaalde mensen die hun juristische achtergrond gebruiken om zeg maar toe te voegen aan wat er gebeurt en zeg maar dingen te verklaren en open te gaan. En anderen die dat dan juist gebruiken om een soort muurtje op te bouwen en zeg maar dat ze een hele concrete stelling maken waar je dus niet tegenin kan en vervolgens ook niet meer dat het gesprek eigenlijk helemaal niet bevordert. Zeg maar. En dan ertussen zijn we erachter. Hoe gaan we dan om te kijken hoe we daar doorheen kunnen prikken om te kijken van volgens mij moeten we nu even een switch gaan maken. Maar hoe brengen jullie politiek nu dichter bij de mens? Ik denk ten eerste, kijk, wat ik net al eigenlijk al zei, ik probeer ook vanuit het hart te praten, vanuit mijn eigen ervaring en dus ook het persoonlijk te betrekken bij de politieke figuren die aanschuiven eigenlijk, weet je. Dus die hele politieke verhalen, daar zit ik niet per se op te wachten. Ik wil gewoon weten wat zijn de beweegredenen vanuit die persoon die voor ons zit, waarom je uiteindelijk de politiek in gaat of wat je teweeg wilt brengen. En dat op een persoonlijk vlak proberen te verdiepen. Kijk, dat zijn de verhalen die mij inspireren en ook het publiek wat we vervolgens hebben. Weet je, vaak merk je al dat politiek sowieso een soort van kloof creëert tussen met taal. Mensen die anders zijn opgeleid, praktisch zijn opgeleid, die met taal al moeilijk snappen wat er precies wordt gezegd. En dit is denk ik ook een prachtig voorbeeld om juist die barrière ook weg te nemen en het ook gewoon bespreekbaar te maken en toegankelijk te houden. Is het heel handig voor politici om in die kleur. Ja, ik bedoel, het is juist een kans waarbij je in principe op een heel democratische manier zeg maar, in gesprek kan gaan met de kandidaten. Met de pet. Ja. Je kan gewoon letterlijk praten met iemand wie je niet zo makkelijk een gesprek zou komen. In die zin is het gewoon heel beschikbaar. Ja, waarom verschilt die van radio maken? Omdat het ook niet per se politieke vragen zijn. Gerold al aangeven. Soms gaat het ook heel diep en heel emotioneel. Precies. Of je achtergronden, of je onzekerheden. Geef eens een voorbeeld. Hebben jullie anekdotes van waar jullie dachten van, god, dat is memorabel? Nou, bijvoorbeeld gisteren, om een voorbeeld te nemen. Gisteren waren we in gesprek met de partij NIDA. En hadden we aantal kandidaten. Ja, de nummer 2 en nummer 3. Ja, en de nummer 2, dat was een Nederlands-Dominicaanse. Elsa van Belden. Elsa. En zij is uiteindelijk bekeerd tot de islam. Dus we waren ook geïnteresseerd in dat verhaal.
wat haar interesse was daarin. En Nida is een... hoe je familie daarop reageert. Ja, precies. Ja, ook gewoon, want ja, als partij zijn ze natuurlijk constant geconfronteerd met alle vooroordelen die Nederland in de brede zin heeft over de islam. Dit zijn een door de islam geïnspireerde partij. Precies, dat zo, Ik bedoel, het is gewoon heel bijzonder. En ook, het is fijn, want je hebt op een bepaalde manier, ik denk ook wel dat dit de dynamiek is die op een of andere manier die club was op een bepaalde manier beschikbaar maakt, dat mensen kunnen heel kwetsbaar zijn in die space op een of andere manier. Ik denk dat het ook iets te maken heeft met dat je elkaar niet ziet en dat je weet dat iedereen naar je luistert en er is maar één persoon die op dat moment spreekt. Dus het creëert een bepaalde atmosfeer waarin dat... Het is avonds laat. Het is lekker. Dus barrières Ja. Ik bedoel, Simeon had het bijvoorbeeld ook gehad over zijn burn-out en de dingen waarmee hij te kampen... De dingen waarmee hij geconfronteerd is in zijn politieke carrière. En ik was gewoon heel onder de indruk van hem en van dat gesprek. En eigenlijk ook naarmate je steeds dieper op zo'n persoonlijk level ook connect, komen ook bepaalde identiteitsvraagstukken naar voren waar iemand mee identificeert. En dat geeft dan een duidelijker beeld waarvoor iemand staat, weet je. En wat voor redenen die uiteindelijk daar zit. En op het eerste oog zie je dat niet, weet je. Dus uiteindelijk moet iemand daar zich voor openen. En dan opeens wordt het ook wel duidelijk van, oké, met die bewegingen zit je erin. En dan wordt het plaatje compleet. En dat is juist wel mooi om te zien. Laten we even naar het ideaal gaan van Kleur de Kamer. Komt er dan ook tot uiting in jullie gesprekken? Dat jullie mensen ook oproepen en vragen om te gaan stemmen en om zwarte mensen te gaan stemmen? Dit is wat zo interessant is. En dit is waar Ian's... kenniskader tot de voorgang komen. En wat ook heel, waar ik best wel verrast was, in hoeverre er gewoon best wel weinig kennis is over hoe het kiesstelsel überhaupt werkt, wat voorkeurstemmen zijn, de kiesdrempel, dit soort dingen. Het is ook heel fijn dat je in die ruimte bent. Er zijn bepaalde vragen die bijna iedere keer wel terugkomen. En gelukkig kan Ian daar dan heel concreet en duidelijk antwoord op geven. Dus in die zin, dat uit. En ik denk ook wel dat het gesprek ook vaak een beetje die kant op sturen, weet je wel. Van hoe maken, de kandidaten dus met hun achterban en met die communities of color in gesprek gaan. Precies. En mensen naar gemarginaliseerde mensen naar de stembussen krijgen. Ja. Merken jullie dat mensen daar ook gevoelig voor zijn? Dat ze bereid zijn om naar die stembus te gaan door die gesprekken? Is dat al duidelijk of is dat niet te peilen? Nou ja, kijk, ik weet van Ian toevallig ook van de cijfers, de opkomstcijfers van de communities van kleur, dus Marokkaans, Turks, Nederlands, Surinaams, om even de grootste groepen te noemen, dat er nog steeds weinig opkomst is om uiteindelijk te stemmen. En dat is iets waarom ik ook uiteindelijk aan de kandidaten die in onze kamer zitten vraag van, hey, hoe ziet je promotie eruit? Of hoe ziet je campagne eruit? En vaak, in my humble opinion, vind ik nog dat daar eigenlijk heel veel in te winnen valt, weet je. Vaak vind ik campagnevideo's redelijk stijf. Het taalvoorbeeld wat ik al net gaf. Ja. Dus af en toe hebben kandidaten wel in mijn ervaring ook wel een disconnectie met de community die ze uiteindelijk willen trekken. En dat is dan iets wat we vaak aan de kaak willen stellen. Want uiteindelijk wil je die mensen bereiken juist, weet je. Want je merkt gewoon, er is een ongelooflijk wantrouwen ook nog steeds in bepaalde communities. Ja. En dat heeft te maken met het systeem waarin we leven en die onderdrukking. Ja, maar wat dan ook zo tof is dat je dan gewoon gasten hebt die dan precies de kandidaat gewoon even aan de tand voelen, weet je. Van, hè, maar wat ben je echt? Weet je wel, in hoeverre kunnen we zeg maar... En dat, in principe, dat is een beetje waar ik een beetje op mik. Want dan heb ik van, oké, nu gebeurt er, nu gebeurt dit. Dit is, nu gebeurt dat echte, wat je op een andere manier niet zou hebben. Als mensen die nu kijken, die willen deelnemen, die willen meepraten. Ja, waar helaas kan moet dat? Je iPhone hoe moet dat? Hebben. Helaas. Zoek een iPhone. Alleen met iPhone. Ja, het is Spanje. Ik weet niet. Ja, helaas. Dit is een marketing truc. Is dit iPhone? Ja, sorry man. Apple. Nu komt er een app voor reclame voorbij. Maar aan jou, je hebt een iPhone. Wanneer kan je het doen? Wanneer kan je het horen? Wanneer kan je meepraten? Elke maandag tot donderdag. Ja? 9:30. En iedereen kan joinen, aanschuiven, meepraten. Ja. Als ze die app downloaden. Ja, je moet Clubhouse hebben. En ik bedoel, het wordt ook bekendgemaakt op de Kleur de Kamer Facebook en op de Instagram pagina. Dus het is wel gewoon, Kleur de Kamer is alles vinden. En Kleur de Clubhouse dan van maandag tot donderdag. Ja, kom je vanzelf tegen en dan kom je deze fantastische heren tegen. Ja, en het is empowering, man, weet je. Het is gewoon echt community building ook tegelijkertijd, weet je. Dus je merkt gewoon, los van dat er verschillende partijen aan tafel zitten, weet je, gaat het ook echt over die connectie maken met elkaar, elkaar volgen, elkaar supporten en samen een vuist maken. Ja. Heel fijn. Dank jullie wel. Dank je wel. Graag gedaan. Varello ging weer eens de straat op. Ondernemers, zouden die mensen mogen weigeren die niet gevaccineerd zijn of niet? We gaan het vragen. Ze mogen niet weigeren. Nee, vind ik niet. Onzin? Onzin. Oké. Grote onzin. Hij mag je wel weigeren, of zij. Maar als je met een mondkapje naar binnen loopt, dan is het volgens mij niet zo erg. Ik vind het geen goede zaak en ik ben het er niet mee eens. Ik denk van nee, wat niet in de grondweg staat,
Daar doe ik niet meer mee. Dus sommige mensen hebben misschien een ziekte en dan kunnen ze de vaccinen niet nemen. Moet ik over nadenken? Omdat ik vind dat iedereen vrij moet zijn in wat ze wel of niet in hun lichaam willen stoppen. Het is straks realiteit, dus hoe lang wilt u erover nadenken? Ik weet niet of het de realiteit gaat worden. U hoopt het niet? Ik neem aan van niet. Ik vind niet dat het kan, omdat ik me in een hoekje gedrukt voel. Dat is een lastige vraag. Maar het is er lastig aan. Ik denk van niet. Ik heb er nu geen overzicht op van wat er in de toekomst gaat gebeuren met die vaccins. Ik denk van niet, want ik denk dat de winkelier toch zijn einddoel is omzet. Zolang het niet verplicht is, mag hij of zij me niet weigeren, nee. Maar als het wel verplicht wordt, dan denk ik wel dat het nodig is om het te weigeren. Dan vind je het terecht? Ja, dat wel, ja. Nou, je bent vrij jong, hè? Of vind je dat de overheid daar regels om moet maken? Overheid. Want het is nog steeds een vrije keuze. Wil je gevaccineerd worden of wil je niet gevaccineerd worden? Als je weigert gevaccineerd te worden, vind ik dat misschien wel, ja. Ik vind raar. Niet iedereen kan vaccineren. Maar ik vind, ja, vrijheid moeten we hebben. We moeten zo zelf blijven als hoe het was. Vrijheid is belangrijk voor u? Ja, zeker weten. Zeker weten. Ja. Je kan zelf bepalen of je gevaccineerd wilt worden. Of... Dus je mag niet geweigerd worden? Nee, want het is je eigen leven. Je mag zelf bepalen wat je met je leven gaat doen. Het is gewoon hun keuze. Als ze niet gevaccineerd willen worden, dan is het hun keuze gewoon. Het zal geen verdere gevolgen moeten hebben. Want het is hun lichaam, hun gezondheid. Ons weigeren? Dan brengen wij de meeste geld naar binnen. Kom op nou, maar dat kan toch niet. Dus wacht even hoor, maar hoe oud ben je ook weer? 12. Dan ben je heel verstandig voor iemand van 12 jaar. Ja, een gesprek met kandidaten van D66 en de Partij van de Arbeid. Partijen die het doorgaans heel goed met elkaar kunnen vinden. Joe Nunnally staat op nummer 33 en Soufiane Mebarki. Gemeenteraadslid bij voor de Partij van de Arbeid in Amsterdam en mijn co-host Peggy Burke. Welkom allemaal. We hebben het filmpje gezien. Wat vinden jullie daarvan? Moeten ondernemers mensen kunnen weigeren als ze niet gevaccineerd zijn? Ja, ik vind het een hele lastige. In die zin, ik vind we moeten uit de lockdown en je moet wel open. Maar mensen weigeren omdat ze niet gevaccineerd zijn. Ik denk dat het dan wel een beetje ver gaat. Dus ik vind het een hele lastige op dit moment. Soufiane. Volgens mij hebben de mensen net in het filmpje hele verstandige dingen gezegd. Voor mij, een van de jongere meiden zei zelfs, als iets niet verplicht is, hoe kun je dan vervolgens mensen vragen om het wel te doen om een winkel in te gaan? Dus ik denk, als iets vrijwillig is, het vaccineren is vrijwillig, dan kun je mensen niet weigeren om mee te doen in het maatschappelijk verkeer. Dus ik begrijp het wel. Ja, maar gaan we daar niet naartoe? Want er is van alles aan de hand, hè? Er is van alles aan de hand. Ik hoop en ik verwacht dat we hier niet naartoe gaan. Want dit brengt wel een tweedeling, ook een extra tweedeling in de samenleving. Dus ik vind het een onverstandige keuze. En is er nu een tweedeling in de samenleving? Oh ja, dat vind ik wel. Ja. Op welk gebied? Nou, op het gebied van kansengelijkheid, op het gebied van gelijke rechten, gebied van gelijke beloning. Als we kijken naar de arbeidsmarkt, daar is zeker een tweedeling gaande. Het onderwijs. Ik las dat je voor D66 hebt gekozen omdat een partij wilde hebben die bijzonder is in het onderwijs, met name in de trant van meisjes te leren dat hun diploma hun man is. Is dat de boodschap die je mee wil geven aan jonge vrouwen? Nou, in die zin, ik heb hem zeker meegekregen van mijn moeder, van onafhankelijkheid, zelfstandigheid en daarvoor zorgen. Ik vind het ook wel een pressure om dat mee te geven aan jonge meisjes. Ik vind het beste onderwijs en zorgen dat je in ieder geval kan werken aan je economische onafhankelijkheid, zelfstandigheid, vind ik wel een heel belangrijk punt, ja. Okay. Ja, onderwijs, dat is een van de speerpunten van D66. Mm-hmm. D66 zat in de regering. Is er genoeg aan gedaan om dat onderwijs uit het slop te halen? Nou, de afgelopen... Lerarentekort, et cetera. Ja. D66 zit nog in de regering, althans demissionair nu natuurlijk. Maar... ik denk dat D66 veel heeft gedaan. Ik denk wel dat het plan wat we nu hebben opgenomen in ons verkiezingsprogramma, 8 miljard wat we nu willen investeren in het onderwijs, een ambitieus plan. Ik denk dat we daar zeker naar uitkijken. Want als ik terugkijk, ook naar mijn eigen kinderen, mijn eigen zoon, denk ik van ja, dat had wel beter gekund. Ja, Soufiane, Partij van de Arbeid, gaat die mee in de plannen van D66 voor het onderwijs?
Nou, ik weet niet of D66 altijd de leidende partij is. Als ik een beetje kritiek mag leveren. Ik denk dat... graag, daar zitten we hier voor. Nee, toch? Maar ik denk de afgelopen 4 jaar heeft D66 een minister van voor onderwijs geleverd. En voor de coronacrisis was er heel veel geluid omtrent het onderwijs. Met name over het salaris van de basisschoolleraren. Want daar was een tekort in, met name in steden als Amsterdam, Rotterdam. En die hebben dat gewoon niet geregeld. En dan kom je nu over de brug met 8,5 miljard van een demissionair kabinet. Het is heel bijzonder, hè, dat je geld uitgeeft als demissionair kabinet. Het lijkt bijna op een verkiezingsstunt. En vervolgens los je ook niet het probleem waar het echt om gaat. Met name in wijken als Nieuw-West in Amsterdam, Zuidoost, Amsterdam-Noord, hebben we gewoon een tekort aan leraren. En als je ze vraagt waarom, is het vaak het salaris. Dus die loonkloof tussen volgens het onderwijs en het basisonderwijs moet gewoon geslecht worden. Dat kost geld. En we hebben gezien dat in de coronacrisis Nederland heel veel geld heeft. Maar voor de crisis kon er niks bij voor de zorg, er kon niks bij voor het onderwijs. En daarvan denk ik als D60, ja, dat had wel geregeld mogen worden. Ja, maar ze gaan nu 8 miljard uittrekken, hè? Volgens mij meer dan de Partij van de Arbeid. Nee, dat is geld wat nu, daarom vind ik het ook heel opzienbarend, dat is geld wat nu al aangekondigd is, maar het moet nog onderhandeld worden. Dus de vraag is of dat er ook echt gaat komen. Ja, dus, ja, een demissionair kabinet kan dat soort beslissingen. Nee, dat is eigenlijk is het heel... Ja, dus dat, het is een beetje gratuït. Precies, dat is een beetje... Het staat in een verkiezingsprogramma. Het staat in ons verkiezingsprogramma. Het staat in het verkiezingsprogramma en inderdaad het onderwijs, daar zijn we inderdaad wel heel duidelijk over. Er zijn dingen die beter hadden gekund en er zijn ook zeker zaken die we anders moeten organiseren en moeten regelen. En dat is nu... zeker tijd voor. Ik deel ik ook echt. Nee, maar ik denk ook, D60 is natuurlijk een onderwijspartij. Ja. Alleen ik denk dat ze soms wel net de verkeerde keuze maken. Als je kijkt naar wat wij als Partij van de Arbeid willen. Maar dat geldt wel voor alle partijen, denk nee, ik. Ik wil wel een verkeerde keuze. Ik ken D60 ook van de Amsterdamse gemeenteraad. Mm-hmm. Er zit wel een verschil van opvatting. Bijvoorbeeld als het gaat om het onderwijs beter maken, is D60 wel van de lijn, we geven alle scholen een klein beetje geld. En dan verdelen het eerlijk. Maar wat doe je dan? Dan zeg je eigenlijk dat de school die al goed was, die wordt ietsjes beter. En de school die minder goed was, wordt ietsjes minder slecht. De Partij van de Arbeid maakt een andere keuze. Die zegt namelijk, we gaan investeren daar waar het nodig is. Dus dat betekent soms ook ongelijk investeren. Om meer geld naar kansarme wijken. Ja, om ook daarmee gelijkheid te creëren. Marjolein Moorman zegt, ongelijkheid moet je met ongelijkheid bestrijden. Precies. Ja, precies. Maar laten we het eens hebben over een heel heikel punt. Onderadvisering. Ja. Wat gaan we daaraan doen? Het is bekend dat in, met name in die achterstandswijken, dat de kinderen daar heel erg vaak ondergeadviseerd worden van de basisschool naar de middelbare school. Wat gaan we daaraan doen? Nou, ik denk dat dat duidelijk is, hè, als we het hebben over de kansengelijkheid of de tweedeling. De tweedeling ontstaat natuurlijk al bij het advies, het schooladvies van de basisschool. Hè, zwart gaat naar praktisch opgeleid en wit gaat meestal toch naar technisch opgeleid. Die tweedeling en dat onderadvies is denk ik van belang om dat heel hard aan te pakken. Absoluut. En daarom, kan de politiek en dat? Daarom denk ik ook dat, kan de politiek dat? Daarom denk ik ook dat radicale kansengelijkheid belangrijk is. En als het daar waar de politiek of waar het op een onderwijsinstelling niet kan, ja, misschien moeten we dan toch ook kijken om paardenmiddels in te zetten, om toch gewoon te zorgen dat er eerlijk advies gegeven wordt aan kinderen ook in zwakke wijken of zwarte scholen, zoals dat wordt genoemd. Maar Sofie, jij hebt vandaag samen met andere PvdA'ers in het land een wijkaanpak gelanceerd. Nou ja, we kennen de wijkaanpak van Ella Vogelaar. Ze is daarop ook helemaal afgebrand, hè, politiek. Waarom gaat deze wijkaanpak wel lukken? Nou, omdat ook bij deze vraag, het gaat niet alleen maar over die onderadvisering in de school. Je moet daar vooral kijken. Waar het bij begint is dat er kinderen in Nederland 's ochtends vroeg zonder ontbijt naar school gaan. Mama heeft in het weekend in de rij gestaan bij de voedselbank. Vervolgens komt er een schooladvies waar ouders niet op kunnen reageren. De problemen zijn veel breder dan alleen maar wat in het klaslokaal gebeurt. Dus je moet in die hele wijk eromheen moet je investeren. Dus je moet investeren in die sociale ongelijkheid. Alleen dan kun je ook die onderadvisering tegengaan. En wat natuurlijk ook in de grote steden ook speelt, is een ontwikkeling waarbij ik niet meer zou willen spreken tussen verschillen tussen wit en zwart als het gaat om kansgelijkheid. Ik zie namelijk ook binnen de zwarte gemeenschap een ontwikkeling tussen kansrijk en kansarme. Ik zie namelijk ook mensen die stappen maken op die sociaal-economische ladder, ook de keuzes maken die je kan maken als je geld hebt. En wie blijft erachter? De kinderen van ouders die het geld niet hebben. En dat zijn zowel witte ouders als ouders van kleur. En volgens mij is dat wat we de komende jaren, we moeten die sociale ongelijkheid moeten we uit onze samenleving slopen. Maar wat Peggy zei van Vogelaar, die probeerde dat ook. Die constateerde dat probleem ook. Achterstandswijk, daar moeten we iets aan doen. En volgens mij heeft het ook gewerkt.
Alleen wat je zag gebeuren, er ontstond toen een tendens in de samenleving dat een beetje werd weggezet als soft beleid. Het werd maar dat is geen soft beleid. Die is helemaal opgebrand. Ja, maar het is geen soft beleid. Het werkt. Kijk, ik heb afgelopen week ook heel veel discussie gehad met de VVD over perspectief bieden voor jongeren. De VVD zegt alleen maar keihard straffen. Ik ben niet tegen straffen. Je moet soms straffen. Maar na straffen moet ook iets anders komen. Moet je ook een handreiking kunnen bieden aan jongeren op een baan. Op perspectief, op die stageplek waar ze geweigerd worden vanwege arbeidsdiscriminatie. Er zijn zoveel dingen die spelen. Maar nu zijn er heel veel mooie initiatieven hè, om dat te doen met jongeren. En die initiatieven die worden gewoon niet bijvoorbeeld door de gemeente Amsterdam ondersteund. Dat vind ik wel kwalijk. Ik vind het ook kwalijk. En ik ook daar. Maar wat kan de politiek daar aan doen? Ik doe nu al 7 jaar mee. En ik heb een analyse gemaakt. Een van de analyses die ik maak is als je bijvoorbeeld kijkt naar het heel sociaal domein. Zelfs daar zijn we partijen tegen elkaar aan het uitspelen met een soort van marktwerking. Terwijl ik denk, volgens mij wil je alle partijen in een wijk wil je hebben. Die hebben soms een klein beetje ondersteuning nodig. Maar wat nog belangrijker is, je moet het ook als gemeente belangrijk vinden om die partijen soms in dienst te nemen. Dus veel minder van al die kleine clubjes die elkaar concurreren op de vierkante meter. Eentje krijgt 2 jaar subsidie, dan krijgt die andere weer 3 jaar later subsidie. Ja. En dan is die weer weg. Ja, dat is niet wat je moet hebben. En dan is er ook geen continuïteit. En er is geen continuïteit. Dus we moeten anders gaan kijken naar die inrichting van het sociaal domein. En daar geloof ik in. Ja, laten we het hebben over diversiteitsbeleid. Want jij bent voor D66 mee benoemd om meer diversiteit in die partij te brengen. Is dat gelukt? Het is aardig gelukt. We zijn er nog maar lang niet. Je bent heel niet. Voorzichtig. Ja, ik vind ook echt dat ik daar heel voorzichtig maar als jij dat, zijn, dat, als dat, ja. dat jouw rol is, hoe komt het dat je op plek 38 terecht? Ja, deze vraag is natuurlijk al heel vaak gesteld. 38, we weten denk ik allemaal hoe dat werkt in politieke partijen. Dat politieke partijen nog lang niet zo ver zijn om te zeggen, we gaan lef tonen, moed en durf om te laten zien in de top 10 of top 7 een Afro-Caribische vrouw van kleur. Ja, dat is zeker een kwalijke zaak, absoluut. Hoe zit het in de Partij van de Arbeid? Is het daar gelukt om die diversiteit aan te brengen? Beter dan bij D66. zegt hij cynisch. Nee, maar ook niet echt geweldig. Nou ja, kijk, laten we eerlijk zijn. Nou ja, echt geweldig. Ik vind wel dat we een van de meest diverse lijsten hebben van de afgelopen die paar jaar, als ik heel eerlijk ben. Dus ik ben daar op zich wel blij mee. Het kan altijd beter. Maar wat ik nog wel belangrijk vind. Nou ja, is niet alleen de representatie. Maar ik hoop ook dat we de komende jaren ook echt een slag gaan maken met divers denken. En daar heb je, denk ik, ook nieuwe partijen voor nodig in het parlement. En daar ben ik echt groot voorstander van. Ik heb het verschil gezien tussen mijn aanwezigheid in de gemeenteraad in de vorige periode. En in deze periode met een bijeen. En een maar wat zeg jij nou? Ja, ik zeg, jij ik bent zeg voorstander ik van bijeen van denken. Nee, ik zeg dat niet. Waarom zit je niet in die partijen? Ja, omdat ik geloof dat je meerdere partijen. Kijk, het gaat om divers denken. En ik bedoel, aan de rechterkant zie je ook een ja 21 en een code oranje. Daar is blijkbaar ook ruimte voor. Ik zie dat heel veel mensen niet stemmen. Binnen de gemeenschappen waar ik onderdeel van ben. En als je dan vaak het gesprek met ze aangaat, zijn er meerdere redenen voor te bedenken. Ik hoop dat met deze aanwezigheid van deze partijen we ook die opkomst omhoog gaan laten schieten. Dus ik geloof in representatie van meerdere partijen. En als partijen zich goed kunnen presenteren, hebben ze ook een plek in het democratische stelsel. Ja, ik denk toch dat we daar ook. Ik ga het in enerzijds met je eens, maar ik denk dat we heel die democratie op een andere manier veel meer vanuit thema gericht moeten gaan kijken. En samenwerking opzoeken, ook om op die manier bepaalde gezamenlijke doelen ook uit te dragen. Want dat is denk ik volgens mij het toekomstgericht, waar ook jongeren veel meer naartoe zijn om één bepaald thema met elkaar uit te dragen. Ja, maar dan toch zit je met die zetelverdeling en dat de klopt, macht dat klopt. Die corrumpeert en de waanzin van de dag regeert heel vaak. Ja, maar de nieuwe democratie het vernieuwen van de democratie vind ik zelf ook nog een punt. Ja, dat is echt D66. En, absoluut. Totdat ze in het kabinet komen. En dat is heel belangrijk, denk ik, om wel op die manier gewoon ook te gaan kijken. Je ziet het nu ook gewoon dat veel jongeren toch, we hebben heel veel dezelfde thema's, gelijke kansen, gelijke rechten en gelijke beloning. Dus dat zou misschien ook toekomstgericht, dat je dat op die manier op een andere manier aan kan pakken. Ja, maar die linkse samenwerking die komt maar niet van de grond, hè? Daarom moeten we de Kamer in. Is D66 wel links? Nou ja, ze worden, als ze het hebben over linkse samenwerking, dan heb je het over D66, absoluut. Partij van de Arbeid, GroenLinks. Ja, toch? Precies. En dan volgens meneer Mbarki, Denk en NIDA en Bijeen er ook nog bij, toch? Dat is een linkse samenwerking. Ik werk in Amsterdam. Ja, waarom niet? Ja. Laten we naar de stellingen gaan.
In nieuwbouwwijken moet minstens 40% van de huizen een sociale huurwoning zijn. Eens of oneens? Eens. Eens? Zeker, ja. En ik vind ook echt gewoon veel meer woningen gaan bouwen. Daar staan we natuurlijk ook voor. We willen 1 miljoen woningen erbij gaan bouwen, zodat er gewoon ook een eerlijke situatie gaat ontstaan op die woningmarkt. Joan, jij wijkt af van het standpunt van D66. I know. Daarom sta ik ook op de plek waar ik sta, toch? Is dat zo? Nee, dat kan toch niet? Nee, sorry. Dat kan toch niet? Ja, want ja. Ik bedoel, we kijken al jaren hier in Amsterdam naar de situatie. Natuurlijk, alleen maar in Amsterdam al. Ja. En D66 is daar toch altijd wel tegen. Die willen meer huizen in het middensegment. Ja, dat klopt. Ik ken het beleid van D66 Amsterdam niet heel goed. Dus dat antwoord moet ik je schuldig blijven. Oké, ambtenaren dienen op cursus te gaan om discriminatie te herkennen. Ja, ik ben daarvoor. Ik denk dat iedereen dat moet doen, omdat namelijk discriminatie echt een gezwel is in onze samenleving wat eruit moet. Er zijn mensen die daar gewoon echt aan onderdoor gaan. En ambtenaren horen daarin een belangrijke rol. Kijk naar de toeslagenaffaire. Welke rol ambtenaren daar hebben gespeeld? Een hele kwalijke. Dus ik ben daarvoor. Kan je ambtenaren met zo'n trainingje van racistisch gedrag afhelpen, denk je? Nee, kijk, ik denk dat mensen per definitie allemaal vooroordelen hebben. En wat je ziet, het verschil wat ik vind het belangrijk om een verschil te maken tussen het bedrijfsleven en ambtenaren. Kijk, als jij merkt dat een bepaalde winkel bepaalde medewerkers heeft die een bepaalde manier met jou omgaan, dan kun je de keuze maken om niet naar die winkel te gaan. Natuurlijk. Maar als overheid heb je maar 1 overheid. Ik heb niet de Lidl variant van de politie of de Albert Heijn variant van een bepaalde instantie. Ik moet het met die instantie doen. Dus die neutraliteit is heel belangrijk daar. En daarom geloof ik er ook in dat ambtenaren daarin getraind moeten worden. Om dat ook bij die mensen bewust te maken. Joan. Ja, kijk, trainen hartstikke goed. Maar als je het niet kan borgen en vervolgens gaat iedereen weer terug naar het oude gedrag, dan heeft het niet gewerkt. Dus ik zou ook naar andere interventies en andere oplossingen willen kijken. En soms heb ik ook wel zoiets van, ja, misschien toch gewoon om de diversiteit te bevorderen in organisaties. Ja, wie weet is dat paardenmiddel toch gewoon van belang. En met paardenmiddel bedoel je? Quota. Quota. Oké. Ambtenaren die zich schuldig maken aan etnisch profileren moeten worden bestraft. Ja. Wow, doodse stilte aan doodse stilte, ja. Nou, ik die zou ik zeker op een hele lange training sturen. En niet bestraffen. Dus bijvoorbeeld, ik zie een politieagent ook als een soort ambtenaar. Hè? Vertegenwoordigt het geweldsmonopolie van de overheid meer dan welke ambtenaar dan ook. En dan zie je dat soort ambtenaren niet gestraft worden. Ja. Of tenminste disproportioneel gestraft worden voor het soort racistische uiting die ze plegen. Kijk maar naar die politieagenten in Rotterdam. Ja, nou, we moeten dat gewoon uit de samenleving bannen. Dus wel straffen. Ik vind dat gewoon dat tijd ik heb nog niks voorbij gezegd. Is. Nee, dus ik wacht. Nee. Ja, maar ik wacht heel netjes totdat mensen uitgepraat zijn. Ik ben daarvoor. Op het moment dat je willens en weet als ambtenaar artikel 1 van de grondwet met de voeten treedt. Ja, dat geldt overigens voor iedere burger, maar ook voor een ambtenaar helemaal. Dus als we het kunnen bewijzen, moet iemand gestraft worden. Oké. Het openbaar vervoer wordt gratis voor mensen van 65 jaar en ouder. Is het al in Amsterdam? Dat meen je niet. Dus over een paar jaar kan ik gratis met de bus. Ja, nee, ja, maar dan moet je wel een minimuminkomen hebben. Ja, klopt. Die voorwaarde is daar wel aan verbonden. Ja, maar ik ben daarvoor. Ja, nou ja, ja, ik ben er ook voor, absoluut. Zit je wel bij de goede partij? Ik ben het. Ik heb het gezegd. Nee, zeker niet. Wij zitten gewoon een sociaaldemocraat hiernaast. Nee, ik vind het belangrijk om bepaalde zaken wel uit te spreken vanuit een persoon en eigen perspectief. Als bestuurslid heb ik ook heel veel invloed gehad achter de schermen. En ik ben het niet heb altijd je, heb, je wel eens, heb je wel eens in een fractie gezeten? Ergens nee, ik heb nog niet. Ik heb geen. Dus vandaar je optimisme. Ja, oké. Peggy. Nou, je kan zeggen, ja, ik spreek voor mezelf, maar wanneer je straks ergens in de fractie zit, krijg je te maken met dingen als fractiediscipline. Oh, absoluut. Daar refereer ik aan. Nee, tuurlijk. Nee, maar kijk, in zo'n partijbestuur heb je ook te maken met discipline en waar je van ook achter die schermen denkt van, oké, maar die discussie, die worden echt wel fel gevoerd.
In de fracties, absoluut. Nee, op de, als in zo'n bestuur en in de fractie, okay. Absoluut. Ja, dat zou moeten kunnen. Ik bedoel... Ja, anders ga je de politiek ook niet. Het leven in een vrij land, je mag je eigen mening hebben. En dan... Maar anders moet je de politiek ook niet ingaan. Als je gewoon op die manier niet die discussies aan kan gaan, ook niet met je eigen fractieleden, dan heb je natuurlijk een probleem. En let wel op, fractiediscipline is natuurlijk een punt... Maar, daar weet Sofie en alles van. Ik ben fractievoorzitter. Ja, ze moeten allemaal. Dus ze moeten allemaal doen. Allemaal aan de lijn. Allemaal aan de lijn. En zo Max Bellusteling, zo'n. Nee. Aap op de rots. Nee, dat, zo kom ik toch niet over. Nee. Nou, ik zag de blik in de ogen waarvan ik dacht, deze is niet gedisciplineerd. Jongens, de laatste. Er komt een diversiteitsquota in alle bestuurlijke lagen van de overheid. Eens. Ja, ik denk dat het een paardenmiddel is, maar het moet. Ik denk dat er al decennia lang hierover gedebatteerd wordt. Ja. Wat maakt het dat jij denkt, of dat jullie denken, dat het er ooit is zal komen? En ja, waarom is het zo noodzakelijk? Nee, maar je ziet dat het in de top van het bedrijfsleven, daar hebben we natuurlijk de vrouwenquota gehad. Dus je ziet wel dat het op bepaalde plekken wel komt, omdat het namelijk niet iets is wat vanzelf gaat gebeuren. Kijk, als je aan gras gaat trekken, gaat het niet per se harder groeien. Maar aan de andere kant, je kan ook heel lang blijven wachten. En dat is waar we nu middenin zitten. Dus je moet af en toe ook iets doorbreken. En ik geloof erin dat dit wel een mogelijke oplossing kan zijn om dit te doen. Kijk, de discussie die ik altijd heel ingewikkeld op dit onderwerp, is dat men soms zegt, ja, ze zijn er nog niet. Ja, dat is de leukste dooddoener. Dat is de leukste dooddoener, oké. Dan wil ik nog best meegaan. Of het dat gaat ik, om kwaliteit. Of het gaat, maar dan wil ik nog best meegaan. Maar dan zie ik soms heel operationeel werk, wat in principe iedereen zou moeten kunnen, zie ik het ook niet. Dus dan denk ik, ja, maar dit volg ik niet meer. Het moet nog groeien. En dat is ook de discussie die je krijgt, ook bij vrouwen. Toen we vrouwen toelieten, stonden de vrouwen niet direct klaar. Inmiddels staan ze wel klaar. En ik wil erbij zeggen... Maar nog steeds zijn de grote criticasters van quota... de mensen waar het om gaat. Want die zeggen, ja, ik wil daar niet komen te zitten. Ja, maar dat is dus, maar daarom vind ik het dus... Ik vind het dus wel een paardenmiddel, want dat is ook waar. Want uiteindelijk wil je niet binnenkomen met het idee, diegene is binnengehaald vanwege het quotum. Dat wil je niet. Dus het is een hele ingewikkelde. Ja. Voor beide kanten valt iets te zeggen, maar om het te doorbreken, zou je het kunnen doen. Maar uiteindelijk het meest ideale is dat het vanzelf gaat. Oké, we zijn aan het eind gekomen van dit gesprek. Gaat snel, hè? Ja, gaat inderdaad snel. Ik wil jullie ontzettend hard bedanken. Hartelijk bedanken. En heel veel succes in de Tweede Kamer. Want we gaan ervan uit dat jullie daar komen, toch? Ik sta trouwens op nummer 16, had je nog niet gezegd. Nou, er komt een balkje onder met je naam. Sta je nu op 16? Nummer 16. Ik sta op 16, ja. Oké, dus jij komt erin. Natuurlijk. Ja. Lodewijk is eruit gevallen. Hartelijk dank. We zijn er volgende week weer met nieuwe gasten, nieuwe kansen, nieuwe ronde. Tot volgende week.